Wat zit er in het mandje van Marlies? Dat is altijd weer de vraag. Marlies, uh, Engels van de Tol, de Kongen Marlies, Goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Uh, je hebt het inmiddels uit het mandje gehaald. Ik zie ja. een potje jam ook. Nee, dat oh. is geen jam. Dat is... Ja, dat zou het wel kunnen zijn inderdaad. Ja, het lijkt er wel op ook zo. dat is er volop. Nee, dit is uh, Sint Janskruidolie. Sint Janskruidolie. Janskruid is dat rood ja. of lijkt dat Ja, die me? is echt knalrood. Oh ja, ja, ik zie het ja. Dat is super uh, Ja, Sint Janskruid heeft gele bloemetjes. Ja. Uh, en die bloeit nu volop. En als je die bloemetjes in de olie zet, gewoon in de witte zonnebloemolie of amandelolie, mm -hmm. dan krijg je hele mooie rode olie. Er zitten dus rode kleurstoffen in en dat wordt dan door de olie met allerlei andere werkzame stoffen opgenomen. En wat kan je met die olie? Wat, wat uh, waar je het voor? Die is heel verwarmend. Voor, dus dat is het leuke. Je maakt het nu in de midden zomer. Je moet de olie ook in de zon zetten, dus... Uh, door middel van de zon komen die stoffen ook vrij en in de olie ja. en dan uh, ja dan staat het zo drie vier maanden en dan in de winter is het juist heel goed voor koude handen koude voeten zenuwpijn uh, goed voor de doorbloeding voor de wintertenen en zo winterhanden wintervoeten inderdaad ja hmm. Maar dat wordt ja, toch dus heel juist... vettig dan, als je je handen daarmee in smet? Ja, olie. dat wel. Ja, want je kan dan even niks aanraken. Nee, dat moet, moet je goed ook intrekken. niet doen. Nee, nee. precies, oké. Okay. En dan je voeten bijvoorbeeld. Ik doe het zelf heel vaak als ik dan in de winter naar de markt ga. Dan smeer ik mijn voeten goed in olie van tevoren. En dan lijkt het echt of dat de voeten veel minder koud worden. Zo, een goede voor, voor, voor veel wintersporters dan straks. Ja. Want dat ja, is altijd een hebt groot een probleem. Je hebben altijd koude voeten in die lompe skischoenen. Ja, joh. Ja, en eigenlijk je voeten staan wel de hele tijd stil. Je beweegt helemaal, maar... Je ja, maar het wordt echt... een beetje afgekneld hè, door de strakte van oh, die skisvoer. Oh, is dat het probleem? Ja, dan krijg je koude, koude ja. tenen. Ja, dat klopt. Ja. Ja, als er bloed niet doorstroomt, dan wordt het ook koud. Nou bloed. ja, voor de goede doorbloeding is het ook goed. Dus ik zou zeggen, neem het mee op wintersport. Van de winters. ja, zeker. En met zenuwpijn ook. Als je, je hebt neuropathie. Hm. Uh, dat is uh, zeg maar... Een tinteling in je vingers. Ja, die tinteling in je vingers. En daar helpt het samen met helpt het echt heel goed uh, ja. om de pijn... Uh, is het makkelijk en... te vinden? De, de ingrediënten? Ja, hij komt steeds vaker in de uh, Het is echt... Uh, in Brabant en Limburg zie je hem volop. En hier in de polder zie je hem eigenlijk ook steeds meer. Een beetje op uh, een ruige, schrale grond, zeg maar. En groeit dat Vraag. het hele jaar door? Uh, nee, hij is er vanaf juni zo'n beetje. Mei, juni. En hij bloeit nu volop. En ik merk als ik hem uh, uh, afgesnoeid heb... dan komt hij nog een keertje in de bloei in september... Of uh, augustus, zeg maar. Ja. Dus dan gaat het gewoon vrolijk nog een keertje bloeien. En ja, in de winter sterft natuurlijk alles gewoon af. Dus dan is er niet zoveel. Hoe maak je die olie eigenlijk? Uh, heel simpel, je verzamelt de bloemetjes, die ga je zoeken. En, uh, er zijn heel veel gecultiveerde soorten. Dus uh, wat ik aanraad is om hem niet uit de tuinen en perken te halen, maar gewoon echt in het wild te zoeken. Of hem zelf te zaaien en in je eigen tuintje. Dat je zeker weet dat je de goede soort hebt. En dan uh, moet je even de bloemetjes wrijven. En dan komt er al een beetje paasachtig uh, sap uit. En die bloemetjes die verzamel je dan. En die doe je dan uh, in een flesje met o in een flesje ongeveer een derde vullen met bloemetjes en dan twee derde olie erbij. En dat zet je op een warm plekje neer in de vensterbank. Hoe lang? Of... Maar dat is best wel arbeidsintensief, denk ik, als je al die. Gaat het uh, machinaal? Of doe je dat met de hand? Met de hand allemaal. Echt? Al? Ja oh. joh, ik werk me helemaal suf op dit moment. Ja, dat ja. zal wel. Maar dat is dan ja. onbetaalbaar, zo'n potje, denk ik. Ja zoals tegenwoordig wordt arbeid eigenlijk heel slecht betaald. Zeg maar. ja, hè? Ja, ja. Als ik het, weet je, als je een loonuur zou vragen, dan komt het eigenlijk niet uit, zeg maar. Dus... Wat kost zo'n potje dan? Uh, dit zou, ja, ik denk voor 15 euro of zo, zeg ja, ja. maar, ongeveer. Ja, ja. Maar dan moet ik het nog zeven en verpakken en etiketje erop en dat soort dingen allemaal, want. Ja, het gaat zo niet naar de winkel. Nee, dat begrijp ik. Het is best een, een, een sterk kruid, hè, dat Sint-Jans-kruid? Ja. Want het RIVM heeft vorig jaar nog wel gewaarschuwd ervoor... van, je ja. kan medicijngebruik versterken, ja. verzwakken... beïnvloeden. En zelfs ja. zonnebrand veroorzaken juist. Ja. Dat, je, dat je gevoeliger wordt voor de ja. zon. Ja, dat is inderdaad een waarschuwing. Dat je hem niet in de zon moet gebruiken. Want hij maakt je huid uh, zonnegevoelig. Dus als je het dan insmeert, dan ga je juist eerder verbranden. En het schijnt zelfs dat als koeien het eten, dat, dat de koeien sneller verbranden op die witte plekken. zeg maar. Ah. En het is inderdaad, het wordt ook inwendig gebruikt als antidepressiva. Hij is heel populair. Hij is zelfs erkend als medicijn. En dat hij dus wel gelijk staat aan de reguliere medicatie daarvoor. Nou, maar dan als thee? Als thee of oh, ja. als uh, capsules heb oh, je ja. veel. Ja. Of uh, druppeltjes in alco op alcoholbasis. Mm -hmm. Maar het probleem daarbij is inderdaad dat mensen vaak overdoseren. Dus denken van, nou, uh, je kan het op eigen advies. of uh, zeg je dat zonder advies van de dokter kan je het kopen. Mm -hmm. ja, ja, ja. En mensen gaan het dan ja, soms eindeloos slikken. Heel erg lang en heel erg veel. En dat is eigenlijk heel onverstandig. Je moet altijd wel echt een. Een arts erbij hebben of iemand die je adviseert. Ja, en vooral als je al medicijnen gebruikt. Ja. Met name de antidepressiva of slaapmiddelen. Ja. Dan kan juist Jans kruid het enorm versterken. Ja, Of ja. bijvoorbeeld zelfs de pil kan het te niet doen en dan opeens langer. Oh. Oh, ik krijg ook wel een huis. Fijn, ja. dat ja. En wat <laughs> heb je nog meer bij je? Ja, uh, van alles. Ik heb ook lindenbloesem geplukt. Daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst nog die lindenbloesem waar je het over had natuurlijk. Ja. Want dat heb je ook bij je, Marlies ja. Engels. Ja, heb ik uh, meegenomen. Lindenbloesem, maak je daar ook olie van? Nee, oh. thee. Thee? Thee, ja. ja. Lindenbloesem, hij is nu... Ja, als je goed zoekt kan je nog wel wat vinden. Maar afgelopen maand rook het echt heerlijk. Vooral in Lelystad hebben wij heel veel lindenbloesem. Wat, is dat, wat dan... is dat voor geur? Een uh, hele te... zoete, zoete geur. Ja. En hij geurt eigenlijk in de avond juist. Het is een, een maanboom, noemen ze dat, of een, een ja. avondboom. Net zoals Teunisbloem. Die, die geven vooral hun geur. Jasmijn doet dat trouwens ook. Vooral hun geur in de avond. En er komen er allemaal bijtjes nog en hommels op af. En die gaan dan in de avond nog even vliegen. En dan ja. verzamelen ze de linden... Wat geeft dat uh, voor smaak, de lindenbloesemthee? Uh, heel zacht, subtiel, zoet is het eigenlijk ook. En uh, het is heel verkoelend en koortsverlagend. En het werkt bij griep. En in de winter... Uh, ja, werkt het echt kalmerend ook wel. En je ziet nu ook zo in de zomermaanden heb je echt die, die hittebevangenheid. Weet je wat je helemaal soort ja. van in paniek bent. En, nou, de, de de komt, we, de, we hebben net van Robert de Vries gehoord, als het allemaal een beetje tegen zit, dan komt er een, een, ja, een hit behoorlijke aan, hittegolf. Of, 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 veel hitte komt er onze kant op. Dus ja. Ik denk dat mensen nu wel zoiets hebben, nou dan ga ik vast de, 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 de Lindenbloesem linde inslaan. Klinken. Ja. 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 Is die, waar, waar vind je hem? Uh, ja, je vindt hem eigenlijk door de hele stad uh, volop. En jij ja, moet nu wel echt goed zoeken. Het is, het is zeg maar een boom, natuurlijk. En uh, hij heeft twee soorten blaadjes. Dat is denk ik wel het meest opvallende. Dat hij, hij heeft de groene, gewoon het, het, het bladgroen van de. Ja. Maar de bloesem bestaat eigenlijk uit zo'n. Een soort schubblaadje, zeg maar. En daar zit dan. Een lichter bloesem... blaadje wat eronder hangt. Ja, een lichter blaadje wat eronder hangt. En daar zit dan de bloesembloemetjes. Die, boll aan. die bolletjes moet je, moet je hebben. Ja, de bolletjes. Dit is een uitgebloeid. Die kon zo snel niet meer een, okay. een beetje in bloei vinden. Maar dat zijn dus eigenlijk de bloesempjes die dan uh, daaronder hangen. Ja. En dit pluk je dan helemaal. En dan pluk je en dan maak je dan thee. En dan van. maak je thee van. En ja, dat je zo, uh, ja, vooral rustgevend en verkoelend eigenlijk. Goed. Nou. Ja. Wat Mooi. Wat was je mandje voor deze maand, Marlies? Ja, nu alweer. Jammer. Ja, ja. ik weet, Ja, de tijd vliegt altijd. Ja. Time flies, we're having fun, zeggen ze in so Engeland altijd. Dat is het, inderdaad. Ja. Ja. En letterlijk vertaald ja. is dat de tijd vliegt als je het naar je zin hebt. Zo is het. Goed. Ja. Ja. Marlies, ja. dankjewel. <laughs>